dan mensen? Zij het doen, ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen. Pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger, groepen en kringen. Met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden, zonder iemand te dwingen. We pleiten voor gelijkheid, onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens honger stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom fight, via de ether je geheugen binnen. Cheers, freedom fight. Onafhankelijk zijn. Freedom fights. Vrijwillig geïnformeerd. Freedom fights. Vrijdenken. Freedom fights. In termen van vrijheid. Zo, wilde gelijk springen naar Bad Turbon, maar dat gaan we even niet doen. Zo, lieve luisteraars, het is zover. Programma Freedom Vibes 89.3 FM live, Radio Sergam. En we babbelen met de heer Gordon Tony Chow vandaag. En we babbelen over integriteitscode. Oké, Gordon, laten we gelijk beginnen. Je hebt een krant van, wanneer was het? Dinsdag, no? 21 april. Of maandag was het al. 20 april heb ik gelezen, een ingezonden stuk. Over integriteitscode. Ja. En dat stuk ging over jou. Ja. Ja, toch? Even voor lieve mensen. Er is iets aan de hand met... ja. Oké, okay, nu moet het lukken. Hoor je me nou beter? Ja, veel okay. Beter. Oké, okay, oké. Okay. Good. Ja. Oké, okay, en het stuk is dus opgenomen dat jij je privébezittingen... Inderdaad. Ter inzage hebt gelegd, toch? Mm-hmm. En ik ga je eerlijk zeggen, Gordon... Dat is iets wat we al vaker hier ook hebben aangehaald. Toch met meerdere politici. We hebben ze vragen gesteld. Maar dat zijn mensen die al in het systeem zitten. Mm-hmm. Zoals de parlementariërs die we hier hebben gehad. Mm-hmm. Maar de eerste vraag die ik je wil stellen is... hoe werkt het precies? Dus wat heb je precies gedaan? Dus eigenlijk om te beginnen vanaf het begin. Het was eigenlijk in dit programma tijdens uw promotie. Op Facebook dat er een vraag is gesteld van zou Gordon en de andere uitgenodigden bereid zijn om zijn privébezittingen ter inzage te leggen alvorens ze in de politiek gaan als DNA-kandidaten. Het was een goede vraag. Ik heb het ook herhaald in je programma om daarop antwoord te geven. Ja, en samen met de andere DNA-kandidaat, jonge DNA-kandidaat, hebben we beide gezegd dat we ertoe bereid zijn. Daarna heb ik wat positieve reacties gehad. En een bedrijf heeft mij ook gecontact van, ja, we zijn zo'n bedrijf. Dus ik dacht, ze hebben me niet aangeboden om dat voor me te doen. Maar ik dacht, weet je wat, het ene leidt naar het ander. En ik dacht, weet je wat, het idee om dat vast te leggen is goed. Zodat er meer transparantie en openheid komt in het bestuur. En men ook weet wie de kandidaten zijn en hoe ze ervan denken en waarmee ze naar binnen komen. Dat is controleerbaar. En waarmee ze naar buiten gaan. Je hoort tijdens de campagnes vele kandidaten en partijen combinaties aangeven. Ze willen de corruptie allemaal bestreden. En ik zeg in het artikel, weet je, het begint bij jezelf. Maar ik denk dat ik een beetje te ver vooruit loop hoe ik het allemaal heb gedaan. Dus dat was eigenlijk zo'n beetje het idee erachter. Ik heb het bedrijf Utopia benaderd om mijn zaken te taxeren. En ik heb dat gelijk, nadat het was getaxeerd, heb ik het gelijk afspraak gemaakt met het bedrijf. Ik laat het hier zo. Ik ga het niet meenemen, ik laat het hier bij het bedrijf ter inzage voor de media, voor het parlement en voor het ministerie van Justitie en Politie. En het is niet iets dat ik meeneem, gewoon dat zij dat weten. En dan gaan we over, ik dacht misschien als ik... Een functie kreeg als vertegenwoordiger of ambtsdrager, dat het na een bepaalde periode weer wordt gecontroleerd door het parlement, het ministerie van Justitie en Politie en de media, omdat zij eigenlijk daarmee een controle kunnen doen. Dus het is getaxeerd, het heeft me wat gekost. Mm-hmm. Nu is het ter inzage voor de media en als ik me niet geloof ben, u geweest? Nee. Ik heb nog geen tijd gehad. Okay. Ik heb nog geen tijd... Ik ben gewoon jaar. Oh ja, oké. Okay. Gewoon relax. Mm-hmm. Ja, nou, ik heb nog niet tijd gehad, omdat ik wilde toch even een en ander even hier horen van je. Dus vandaar.
Maar oké, okay, maar dus je hebt dus je privébezittingen ter inzage gelegd. Maar trouwens, dat is wel een goede boost, lieve luisteraars, dat dit programma hierdoor heeft bijgedragen. Ja. Dat vind ik, is nice. Want ik las het en daarom heb ik je ook gelijk gebeld. Ik dacht van, Gordon, ik wil echt meer hierover weten. Ja. Omdat we al zo lang hierachter aan zitten, dit programma. Ja. Maar oké, okay, dus je hebt je privébezittingen ter inzage gelegd. Mm-hmm. En alleen de media mag gaan kijken. Want hoe werkt dat precies? Nou, je gaat en dan... Ja, het is ter inzage voor de media. Mm-hmm. Omdat eigenlijk, we zien de media als de derde grootste macht mm-hmm. in het land. En natuurlijk, zij hebben ook een controlerende rol. Mm-hmm. Weet je? En daarom hebben we besloten om de media ook de gelegenheid te geven. Naast het parlement en het ministerie van Justitie en Politie. Oké, okay. Dus burgers gewoon, voor hen is het niet... Hoe zal ik het zeggen? Ter inzage. Ja, helaas niet. Niet, no? Oké, okay, en waarom? Als zodat mensen weten wat de reden is? Ja, ik wil mezelf ook beschermen. Kijk, wanneer je privébezittingen ter inzage legt, gaat men ook zien waar het is. Mm-hmm. En ja, het kan dat je mensen hebt die misschien... Ik zei net mensen zo zijn, maar het kan zo zijn dat iemand misschien kwaadwillige bedoelingen heeft en je misschien wil... pesten of misschien wel achtervolgen, die dingen gebeuren. Ik heb het ervaren als sporter, bekende topsporter, dat mensen je soms willen achtervolgen of zo. Of je gewoon, omdat ze het niet goed met je menen, je misschien iets willen aandoen en dan gaan ze naar je privébezittingen, je onroerend goed. Mm-hmm. Dus daarom hebben we besloten om dat niet ter inzage te leggen voor de burgers. Mm-hmm. We geloven dat de burgers worden vertegenwoordigd door volksvertegenwoordigers, dus via volksvertegenwoordigers. En de media natuurlijk. En de media. En okay. Ja, weet je, dat hebben ze die ter inzagelegging. Oké, okay, is begrijpelijk. Ja. Aan de andere kant, als we... Kijk, stel je nu voor, wat je nu eigenlijk hebt gedaan, Gordon. Wat ik heel echt... Ik vind het een geweldig initiatief, mm-hmm. toch? Ik persoonlijk heb het ook vaker gezegd in het programma. Zouden alle politici dit moeten doen. Maar mm-hmm. we komen daarop zo meteen terug. Okay. Maar wat je nu doet, je hebt eigenlijk een soort... positieve berpunt opengemaakt. Mm-hmm. Toch? Dus heel erg positief. Maar je moet jezelf beschermen, begrijp ik. Maar stel je nu voor dat men gaat onderzoeken, waaronder de media, journalisten, of andere mensen gaan nu zoiets hebben van, ik weet toevallig dat die man daar iets heeft, of isabido. Dan, wat de bedoeling eigenlijk is dus dat wanneer de media na die inzage misschien de komende jaren plotseling andere bezittingen ziet of ontdekt, dan kunnen zij dus dat dus wel bekendmaken. Dat is wel dus een risico. En dan je beseft dus wel waarmee je nu bezig bent. Ja, ja, dus, maar dat is de bedoeling ook. Het is om te controleren. Dus als ik andere bezittingen zou hebben in de toekomst, moet ik wel dan kunnen verklaren hoe ik eraan kom. Gebaseerd op mijn salaris of wat dan ook. Weet je, moet ik het kunnen verklaren. En dat is de bedoeling. Wanneer iemand in de politiek stapt, ik geef maar een voorbeeld, heeft niets. Laten we zo vanuit gaan, de persoon heeft niets. En binnen vijf jaar heeft de persoon abnormaal veel. Moet de persoon kunnen verklaren. Als de persoon niet kan verklaren, en je doet een kleine berekening van wat de persoon als vertegenwoordiger of in de regering zou verdienen, je zou zien dat het bedrag klopt niet met met de bezittingen die zo'n persoon heeft. Dan weet je van, er zijn dingen hebben zich afgespeeld die misschien onverklaarbaar zijn. Dus dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat de media, als ik het over een paar jaren of over vijf jaren weer ga openbaren, dat ze zien van oké, dit is bijgekomen. En Gordon, hoe verklaar je of van wie geen dingen? Of weet je, heb je andere dingen gedaan? Dus dat is de bedoeling van integriteit. We zeggen het ook, trust, but verify. Weet je, je mag je volksvertegenwoordigers vertrouwen, weet je, maar verifieer. Als media verifieer, als volksvertegenwoordiger verifieer. Tenminste, ik weet niet hoe het daar zo gezien is, want het is een scheiding der machten, maar ik zou zeggen media en parlement verifieer. Controle schiet daar van vijandschap. Precies. Oké. Okay. Gordon, wat we dan heel even snel gaan doen, we gaan luisteren naar een fragment van de heer Breeveld. Karel Breeveld van Doe. Hij was vorig jaar de eerste persoon, de eerste parlementariër aanwezig in mijn studio. Het heette toen Think Freedom en we hadden het over transparantie. Laten we heel even gaan luisteren naar dit fragment.
Lieve luisteraars, dan komen we zo bij u terug. Let's check it. Ja, nou, ik denk dat het goed is. In de anticorruptiewet, zoals die is voorbereid nu, en wat helaas nog niet is behandeld, het is dus in een commissie van voorbereiding nu. Nee, ik blijf helaas zeggen, omdat het sinds gisteren moest dan vandaag. Maar het is nu wel een stap iets verder voor behandeling. Ik hoop dat het dus behandeld wordt nog voor de verkiezingen en zo snel mogelijk en met terugwerkende kracht teruggaat naar 2010. Dat is wat ik voorstel. Maar in die wet wordt onder andere heel concreet aangegeven dat politici verplicht zijn om aan te geven via een notarisakte, een akte van de notaris, wat ze bezitten enzovoorts enzovoorts, aan het begin en aan het einde. Ik pleit ervoor dat het elk jaar plaatsvindt en dat tegelijkertijd ook verder gekeken wordt eromheen. Omdat, je hebt gezegd, mensen hebben veel trucs en zo. Mensen zijn zeer vernuftig en ze kunnen alle kanten uit. En ze weten ook hoe ze dingen plaatsen op naam van Roemie Knoppel in plaats van op naam van dit en dat. Dus 100% is het niet. Maar ik ga dus daarom mee met wat je zegt. Je moet een persoon van karakter zijn. Omdat er nooit afdoende veiligheidskleppen ingebouwd kunnen worden om te voorkomen dat al die veiligheidskleppen die je bouwt... Sorry. Zo, lieve luisteraars, dat was een fragment met de heer Breveld over transparantie. Mm-hmm. En hij had het dus vorig jaar aangehaald dat in die anticorruptiewet is opgenomen. Wat me opvalt, lieve luisteraars, is helemaal niet om Gordon op te hemelen, want we zijn heel kritisch in het programma. Maar Gordon, iedereen praat erover, maar je bent wel de eerste geweest die het uiteindelijk heeft gedaan, toch? Wat voor reacties heb je gehad van zowel burgers als politici tot nu toe? Burgers heb ik positieve reacties gehad. Mm-hmm. Ze vinden het een goede stap. Wel geven ze aan dat dit een kleine stap is en er nog veel meer gedaan moet worden om corruptie te bestrijden in het land. Maar ze complimenteren me met zo'n stap. Natuurlijk heb je ook anderen die zeggen van ja, het is een politieke stunt. En dat weet je, het kan geen politieke stunt zijn wat het is gebeurd. Maar tot nu toe is alles positief. En wat politici betreft, zweegt men. Men liever geen commentaar. Men zegt niet of het goed of niet goed is. Men zweegt gewoon wat dat betreft. Dus ik heb ook van andere burgers vernomen dat men zo graag zou willen dat met zo'n trend dat je hebt gezet, het zo gauw mogelijk in de doofpot gaat. Want andere politici, ik heb de jonge politici opgeroepen om met zo'n gedurfde stap ook mee te participeren. Want het is geen show van Gordon Tony Chow alleen. Het is eigenlijk... Als je corruptie wil bestrijden, en op dit moment lukt het niet, laat ik het gewoon zo zeggen, want je hoort over anticorruptiewet, dingen komen erbij, maar het wordt niet aangenomen. Als je corruptie wil bestrijden en het lukt niet, stel ik voor, laten we het voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. En daarom ga ik voor integriteitscode, omdat integriteit voorkomt corruptie. Dus... daarom zeg ik van, weet je, daar heb ik zo'n stap genomen en de burgers begrepen dat, maar politici zwegen op dit moment. Nou, interessant. Maar dat van doofpot vind ik heel erg interessant dat je aanhaalt. Maar Freedom Fives gaat dit absoluut niet in de doofpot stappen. Want alle parlementariërs hier zijn geweest, de eerste basisvragen hadden dus hiermee te maken. Mm-hmm. Toch? Transparantie, ook een schadeloosstelling en dat soort dingen. We gaan daarover ook heel even babbelen, zo met even kijken hoe jij daar tegenaan kijkt. Mm-hmm. Oké, maar, pardon, kijk, het heeft te maken met anti-corrupt zijn, zoals je zegt, transparantie. Yeah. Maar wat je ook krijgt, je hebt mensen die ook zeggen van, oké, wat jij bijvoorbeeld zegt, ze noemen het geen politieke stunt, maar een tjoetja, toch? Want, wat de heer Breveld zei, je hebt ook dat stroommannetje systeem. Dus dat we plotseling, over enkele jaren, zien we plotseling dat, bijvoorbeeld, je broer, je vader, je oom, je neef, je vrouw, heeft plotseling 3 percelen, een huis bij. En als je gaat checken hoe, dan is het eigenlijk oneigen. Isabi, toch? Dus, wat zeg je daar? Dat is ook iets dat mensen me eigenlijk hebben gevraagd. Hoe zit het daarmee? Want je hebt direct vermogen, je hebt indirect vermogen. Samen uitgelegd. Dus een heleboel dingen samen uitgelegd, hoor. Van waarom na 5 jaar, de heer Breveld zei het ook, moet elk jaar gecheckt worden. Ja? Ik heb gezegd, die dingen neem ik mee. En ik kan je nu wel zeggen, ik heb geen indirect vermogen. Maar dat neem ik sowieso mee. Wat is indirect vermogen? Oh, indirect vermogen is dat eigenlijk iets van jou op naam van iemand anders staat. Precies. Okay, ja? Want mensen hebben... Want ik heb dat zeggen. Een van de reacties waren van... Kijk, dat is direct vermogen wat je hebt gedaan, Gordon. En anderen kunnen je volgen in direct vermogen.
Maar misschien zullen ze niet kunnen volgen in indirect vermogen. Heb ik hierover nagedacht en gezegd, werkelijk, oké, dat is misschien de volgende stap, of de volgende richting welke we moeten kijken. Ja. En dat zou moeten voorkomen in het anticorruptiewet, als dat kan. Ja. Dus, en dat gebeurt, wat men vertelt, en wat natuurlijk we eigenlijk zo'n beetje weten, maar het is een van de trucjes, ja. Is middels stichtingen worden deze dingen vastgelegd. Ik denk dat een uitdaging is voor het parlement en voor de media om te kijken hoe we zo'n trucje kunnen voorkomen of weet je, kunnen niet laten gebeuren. Ja. Maar dat is. Maar ik, tot nu toe heb ik geen indirect vermogen. En indien, of ik zal het doen als het nodig is. Als ik een volksvertegenwoordiger word of ambtsdrager, weet je, zal ik ook bekendmaken wat mijn indirect vermogen zal zijn. Ja. En natuurlijk ook op dezelfde manier van op welke basis heb je het verdiend. Oké, okay. Very nice. Gordon, maar hierop even aan te vullen. Hè? Om dit te voorkomen, toch? Mm-hmm. Zo in het parlement, want dat heb ik een paar keer ook gevraagd aan de parlementariërs. Zouden we om dit te moeten voorkomen niet een regel moeten maken dat alle politici die zich aandienen om het land te willen optrekken mm-hmm. via de politieke arena, mm-hmm. van meet af aan geen recht hebben op grote concessies, grote lappen grond en al dat soort dingen. Gewoon om het te voorkomen. Gewoon. Nou, kijk, natuurlijk, we zijn allemaal mensen. Mm-hmm. Een huis voor hun en hun kinderen, toch? Want ik bedoel, ze hebben het land gediend. Mm-hmm. Is een modus, hè? Ik bedoel, het is gewoon een technisch. Isabito, we spelen ook met ideeën hier. Ik wil even weten hoe jij er tegenaan kijkt. Dus dat ze wel recht hebben daarop. Maar niet dat ze plotseling vanuit de politieke arena of daarna of na Amstermijn plotseling dan maar op biggie go-to concessie. Toch? Hectare grond en wat. Weet je, al dat soort dingen. Omdat het is conflict of interest. Want je hoeft het tijdens die periode hoef je het niet te hebben. Mm-hmm. Maar je kan tijdens die periode wel je lijnen uitzetten. Mm-hmm. Waardoor je daarna wel gewoon je tory kan doen. Isabi toch? En het is. Wat de overheid moet doen, is dat ze moeten herverdelen voor de burgers. Mm-hmm. Dus als de mensen die daar komen, gronden gaan toe-eigenen, dan valt het weg voor de burger. Isabi. Dus wat denk je daarvan? Het moment dat politici zeggen, ja, ik hou van Suriname, ik wil het land dienen. En zeggen, oké, je kan binnen, maar hou rekening. Dit zijn wel de voorwaarden. Mm-hmm. Wat denk je? Nou, dus eigenlijk, ja, dus je hebt geen bezittingen of je moet bezittingen hebben? Nee. Je hebt hier recht op, dus echt dus... Die, recht op, op die extreme zaal. Dus je hebt wel natuurlijk recht op een perceel voor je huis. Okay. Voor je kinderen. Je weet toch? Ja. Dat is... Dus kijk, het komt erop neer wanneer je in zo'n functie bent, dat je het land moet dienen. En je hebt evenveel recht als een andere burger. Je moet het land niet dienen om politieke voordelen van te hebben. Want dat denk mij, weet je, ik ga één persoon een paar huisjes geven, een paar percelen geven. En daarom heb ik recht op een hectare. En ze gaan het goedkeuren, want ik heb ze 15 huizen gegeven. Dus ze gaan, omdat niet ik een hectare. Nee, dat is niet de bedoeling. Je bent burger, ik zeg dat je nadelen moet hebben. Dus omdat jij een parlementariër bent, dan heb je geen recht op een stuk grond. Of je mag niet participeren in het bedrijfsleven. Ik vind wel dat je het mag doen. Maar op een eerlijke manier met gelijke kansen. Niet dat je voorkeur krijgt vanwege de politiek. Nee, klopt. Maar dus om ervoor te zorgen dat die politici geen voorkeur krijgen, zou er dan eigenlijk een wet gemaakt moeten worden, toch? Ja, en daarom zeg ik, dus ik praat niet over anticorruptiewet. Ik praat over een integriteitswet. Waarbij je zulke zaken vast gaat leggen, waardoor je zulke dingen kan voorkomen. Okay. En dat zeg ik, voorkomen is beter dan genezen. En ik denk dat het in het bijzonder belangrijk is voor jonge DNA-kandidaten, omdat zij nog, wij noemen het in de politiek, noemen het, ze zijn nog schoon, weet je, en zo beschermen ze dat ze die corruptieziekte, laat ik het zo zeggen, niet aan ze wordt, niet worden besmet ermee. Ja. Dus het is een soort integriteitsvaccinatie, waar iedereen weet af van, hey, Gordon Tony Chow heeft dit, minuman gunaman, voestet want chuchang aman, weet je, en dan, weet je, want Er zijn consequenties, niet alleen voor mij, niet alleen voor de persoon, maar weet je, men gaat weten van op zo'n manier. Dus daarom zeg ik, op dit moment heb ik mezelf beschermd, weet je, omdat ik kan niet meer, dus ik ben niet in, of kom van
De man van Kami van Eva, AKE, moest het van Sangi, Isabita, dat ik zo aan zang. Nee, want er is openheid nou in mijn zaken, dus ik heb mezelf zo beschermd. En alleen zo kan je jezelf beschermen van corruptie, waarom ik dan, daarom pleit ik voor eigenlijk een soort integriteitscode. Dat kan nu, ik heb daarvoor geen wet nodig, maar in de toekomst, als we dat kunnen doen, een integriteitswet. Oké, geweldig. Dus als ik je goed begreep, sta jij dus wel ervoor dat mocht je binnenkomen, dat je de richting wil opgaan waarbij we nu ook wetgeving gaan maken die politici bepaalde zaken verbieden in 's lands belang. Ja, en niet alleen de burgers, want nu worden de burgers alleen verboden, ja. Toch? Geweldig. Hey, Gordon, geweldig. Echt mijn compliment. Lieve luisteraars, Isabi. Wanneer politici hier komen, ik ben kritisch, ik heb geen favoriete mensen of zo. Iedereen is gelijk voor mij. Maar wanneer een stap in een goede richting wordt gedaan, dan moeten we ook zo eerlijk zijn om dat toe te geven. En wat ik wel nice vind hier van Gordon, is dat je niet hebt gewacht op wetgeving. Je hebt het eigen initiatief dit gedaan. Toch? Dus, very nice. Oké, laten we even verder gaan. Dus voor jou is integriteit heel erg belangrijk en transparantie. Tuurlijk, toch? Okay, maar Gordon, ik heb nu twee vragen van burgers die ik je moet stellen. Ik heb je dat vorige keer ook gevraagd, maar het is nu op een andere manier naar boven gekomen, die vraag. Principieel, je bent iemand van principes, toch? Dat hebben we vorige keer ook over gehad. Okay, de vraag nu is, we gaan heel kort dit doen hoor, dus ik laat het even aan jou over dan. Je bent uit principe gestapt uit NPS, omdat ze de samenwerking met PL zijn aangegaan, toch? Maar hoe zit het, hoe kan het nu dat een principieel persoon stapt in een partij waarbij de voorzitter apubliek heeft gezegd dat je geen principes moet hebben wanneer je de politiek ingaat? Wat zeg je daar? Dus ik heb dit zelf met de voorzitter besproken en hij heeft zelf gezegd van Gordon, if de man actie dat zijn, is ik zin de man kami. Hij heeft ook uitgelegd, hey principes. Dat artikel kwam in het Dagblad Suriname voor als ik me niet vergis en er staat, hij heeft duidelijk gezegd. Principieel staat hij erachter dat minister Amafo niet weggaat. Weet je, hij heeft dat aangegeven dat dan moet minister Abrahams ook weggaan. Toen was het hele kwestie van principes. Iedereen heeft principes, dat weten we. Maar het verschil eigenlijk, iedereen's principes verschillen. Laat me het zo zeggen, weet je, andere mensen hebben strakkere regels. Dat is een manier van denken, hè. Andere mensen hebben strakkere regels, andere minder. Wat bepaalde politieke partijen betreft, zijn het geen principes. Het is gewoon dogmatisch. Je begrijp wat ik zei? Het is gewoon ja is ja, nee is nee. En bij de NPS, ja, en de NPS heeft principes. Maar ze hebben ook nog dogmatisch denken, waarbij ze aangeven ja is ja en nee is nee. Bij Brunswijk, of bij de ABOP, laat ik het zo zeggen, de gelegenheid om voor het land en met het land en volk te werken, gaan ze niet opofferen omdat ze een bepaalde ideologie hebben. Dus ze kijken dat, wat dat betreft zijn ze flexibeler wat dat betreft, gewoon zodat ze hun bijdrage kunnen leveren. En dat is eigenlijk het verschil van dogmatisch denken en principes hebben. Dus de partij, en ik mag de vraag persoonlijk aan de voorzitter Brunswijk vragen, er zijn principes. Maar hij heeft het erover, je kan niet ten koste van je principes niet participeren om een bijdrage te leveren aan land en volk. Ik snap wat je zegt. Dus ik begrijp wat je zegt. Je zegt dus als wat de Bruins ook heeft gezegd van kijk principieel, als Abrahams niet weggaat, dan gaat Hamas ook niet. Oké, dat snap ik. Maar hij heeft het er meer over gehad van hij gaat principieel ook niet met geen enkel politieke partij samenwerken. Daarom zegt de ABOP ook, we hebben geen politieke vijanden. Weet je, we werken met elke democratische partij. En zoals we weten, het is geen geheim in politiek Suriname, is NPS principieel tegen de NDP. En die principes hanteert de ABOP niet. ABOP heeft geen politieke vijanden. Dus ook iets koskosie, dat weten we wel. En, maar wij schelden niet terug uit. En als iemand terug uitscheld wordt hij ook op het podium op het matje geroepen door de voorzitter zelf. En dat hebben we ook meegemaakt met de minister Belfort, die kritiek had geleverd op de heer Santokki. En de voorzitter heeft zelf gezegd van ja, we gaan
de heer Santokke niet bespreken, we gaan de heer Somaharjo niet bespreken, het heeft duidelijk gesteld. Dus dat is het. MPS is principieel tegen de samenwerking met de NDP en ABOP niet. Dat betekent dat ABOP geen principes heeft. Oké, om even hierop nog dieper in te gaan, dan gaan we verder. Maar kijk, Gordon, ik snap wat je zegt, toch? Ik begrijp het ook vanuit dat systeem, als je zegt principieel, als dit niet gaat, dan moet deze ook blijven, mm-hmm. toch? Maar net als hoe jij dat voorbeeld hebt gegeven, mm-hmm. door niet in hetzelfde stramien van niemand te gaan, mm-hmm. en dat je met daden hebt laten zien van kijk, ik ben open, dan zou Abel bij wijze van juist ook het voorbeeld kunnen geven en zeggen van kijk, jij houdt de persoon aan, terwijl je weet wat er is. Wij hebben hetzelfde, maar wij geven het voorbeeld. Pardon, dus we laten er gaan. Mm-hmm. Toch? Zodat wij, net als hoe jij dat voorbeeld te geven, gaan wij nu ook een nieuwe trend zetten. Om mensen te laten zien dat we mean business wanneer het komt op integriteit. Mm-hmm. Dus vind je dit dan, zou het ook niet zo aangepakt kunnen worden? Om dan, want kijk, woorden zijn woorden, maar met daden, over, mm-hmm. dat heb jij gedaan. Mm-hmm. Zou de ABOP liever ook niet die kant zouden moeten opgaan om meer vertrouwen van mensen te winnen? Door de minister. Ja, toch? Juist omdat ze zeggen, kijk, jij laat je principe zien, toch? Want die man doet wat hij doet. Wij laten ons het principe zien, we gaan niet in dezelfde stramien mee. Wij maken het verschil, we gaan deze kant op. Er waren verschillende redenen, verschillende periodes dat reshuffling heeft plaatsgevonden in de regering. En toen het principe was geëist dat als AMAVO moet gaan, moet Abrahams ook gaan. Toen is Abrahams niet gegaan. Abrahams is bij de tweede reshuffling of de derde reshuffling van de regering is hij plotseling door de president, ja ik weet niet hoe het is geschied, maar is hij dan, Nee, maar ik snap dat, maar kijk Gordon, waarom ik die vraag stel, ook voor de luisteraars, kijk, je begreep, het gaat nu uiteindelijk om enkelingen, terwijl er duizenden belangen op het spel staan, toch? Als je het land dient, dien je het belangen van duizenden mensen, dus als je weet wat er gaande is, en je gaat uit een bepaald principe zeggen, nee, deze blijft omdat die blijft, dan is het toch een beetje tegenstrijd met het dienen van het algemeen belang, want uiteindelijk gebeuren er dingen in nadeel van het landsbelang. Okay, misschien heb ik het niet duidelijk goed uitgelegd. Ja. Sorry hoor, dat is misschien mijn fout geweest, dus ter opheldering. Ja. De heer Brunswijk heeft ook aan de president toen gevraagd van wat is de reden daar waarom de minister moet vertrekken. Is er fraude gepleegd? Is er corruptie gepleegd? Is er iets of anders gepleegd? En ik wil niet over dat gesprek gaan. Dat is het gesprek tussen de twee politieke leiders. Maar er kon niet met bewijzen aangegeven worden. Los van het feit dat er een mening was toegedaan dat de burgers klagen. Weet je, en watusane go. En toen is eigenlijk uitdaging, laat ik het zo noemen, van de voorzitter, want onze voorzitter houdt ervan om uit te dagen, heeft hij uitgedaagd van ja, als je wil dat zij moet gaan, want jij bent president, jij benoemt en ontslaat, weet je, dat is zo wel principieel, dat jij ook, want daarom heeft hij ook feiten aangegeven, meningen aangegeven, wat zijn zinswijze was over minister Abrahams toen der tijd. Dus dat zijn eigenlijk, wat ben zo'n beetje om kamerverhalen. De voorzitter zou zich het best kunnen verdedigen daarin. Niet transparant voor het volk, dus we horen dit nu van jou. Nee, maar ja? Ik geef alleen aan. Dus dat het eigenlijk, soms men noemt het ook powerplay. Maar het is eigenlijk de president die benoemt aan een slaat, maar natuurlijk doet hij het in overleg. Weet je, en zulke dingen zijn aangegeven van ja, er moeten concrete redenen zijn. En daarom, omdat er eigenlijk toen geen concrete redenen waren en nu ook niet waren, is minister Amago tot de dag van vandaag minister gebleven bij sociale zaken. Oké, maar een tijdje was er toch ook een beetje afspraak, omdat dingen waren iets met de feesten en zo, dat geld. Nee, dat was bij de vorige regering, dat is niet bij deze regering. Maar toen heeft ze wel bedankt. Maar ze zit dus weer, maar kijk, we hebben het dus over integriteit en kijk, wat je uitleg begreep ik, maar lijkt er niet een beetje op datzelfde van parlementarisch in DNA, dat niemand eigenlijk duidelijk wil zeggen wie corrupt is, omdat if aan mij barwan staan, de atraman kan barwan staan van man toe. Dat is het. Is het? Dat is het. Dus, ja, toch? Dus maar daarom zeg ik, je moet jezelf beschermen als je in dat ding gaat. Want je ziet dat bepaalde mensen eigenlijk, laat ik het gewoon zo zeggen, je ziet, ageer dat ze maar go in het parlement, alleen om zichzelf te beschermen. Weet je, of in die zin van,
handelingen die ze in het verleden hebben gepleegd te beschermen. Mm-hmm. Weet je, en als ze het doen omdat het te laat is voor hun, is het jammer voor hun. Maar het volk leidt eronder. En ik ben bang, dat is mijn idee hoor, dat bepaalde mensen gewoon, omdat men weet dat men stof op bepaalde parlementariërs heeft, in de partij zelf, dat ze hun eigen partijgenoten voordragen om gekandideerd te worden, om later te chanteren, want ze hebben stof op elkaar. En dan hoor je plotseling van, hey, if you tak was aan, uiteindelijk wordt het een hele herrie. Je hebt het ook laatst gezien, toen de minister van Justitie en Politie informatie wil overdragen, was het een hele herrie tussen coalitie-praxis. Maar de hele oppositie die praat over, die schreeuwt van anticorruptie, was heel erg rustig, omdat zij ook eigenlijk door de vorige regering betrokken waren in de informatie dat daar afspeelde. Dus je ziet van, het is eigenlijk een powerplay, als ik wat van jou weet, dan ga ik het bossen, als jij dat van mij bost. Weet je, waarvan het eigenlijk helemaal niet zo hoort te zijn. In het parlement dien je gewoon wetgeving te maken, weet je, en de belangen van het land te bespreken. Maar als we zo gaan halen en trekken van, ik weet iets van jou, jij weet iets van mij, dan wordt het een hele powerplay en we kunnen, je kan niet meer efficiënt en effectief vergaderen in het parlement, want aan de ene kant ben je bang, weet je, en aan de andere kant heb je een overmacht, weet je, van, hey, die persoon gaat stil blijven, want ik met bar was aan de amoutantiri gelijk. Dus, en dat is de bedoeling van het parlement. En daarom zeg ik van, kom clean naar binnen. Dat is al een misschien een verziekte deel. Want ik wil niet negatief praten over politiek Suriname, maar degene die juist zeggen van politiek is vies en ziek, zijn degene die het zo hebben gemaakt. En om daarmee niet besmet te worden of dat overgedragen te krijgen naar de toekomstige jonge kandidaten of jonge parlementariërs, adviseer ik en stel ik voor, bescherm jezelf, kom met de integriteitsscore voor jezelf. Niemand gaat je eigenlijk, zoals bij mij, kan je eigenlijk aanvallen, want je komt clean naar binnen. En het beschermt jezelf ook om het werk goed te doen. Weet je, want andere mensen weten van, weet je wat, deze persoon, de bezittingen, de persoon is met nul, bepaalde mensen hebben niets, geen probleem, de persoon is met nul gekomen, de persoon kunnen we niet met iets accommoderen, want als de media naar de persoon toestapt, hoe kom je aan zo'n auto, hoe kom je aan zoveel bezittingen, weet je, dan je van je partij, je van je groepen. Nee, Gordon, duidelijk hoor. Maar kijk, ik stel je die vragen ook heel, lieve luisteraars, absoluut niet om lastig te doen, toch, maar Gordon, doe een sang, want boem sani, maar je begrijpt, De mensen gaan je integriteit nu echt testen. Dus je hebt wel een heel toffe job. En kijk, die vraag die ik ook net heb gesteld over principieel ben je eruit gestapt. En dat de voorzitter dat zegt. Weet je begrijpt dat mensen ook een beetje raar daarvan opkeken. Ik heb aansluiting hierop heb ik ook een vraag. Je kan dit heel kort beantwoorden hoor. Wat als ACNC gaat met V7? Wat ga je dan doen? Want dan werken ze weer samen met PL. En PL is de reden waarom je eruit bent gestapt. Ja, dus, what about? Dus het is een veelgestelde vraag. En ik heb het al zo'n beetje geschreven voor de pers. Want de pers heeft me dat ook gevraagd. Ik schreef een paar dingen, zoiets, want ik hou ook van om goed te communiceren. En de pers kan me daarmee helpen. De relatie tussen de samenwerkingsrelatie, de politieke samenwerkingsrelatie tussen de NPS en de PL verschilt met de samenwerking tussen de ABOP en de PL. Dat is een super scherpe politieke antwoord. Nee, maar dat is de politieke realiteit. En dat zien we gebaseerd op feiten. En als je de media nu volgt, zie je dat de geschiedenis zich herhaalt. Want daarom leren we geschiedenis. Hè? Geschiedenis herhaalt zich op kort termijn. In de huidige samenwerking in V7 tussen NPS en PL. Dus ik ga niet verder daarop uitweiden, maar het begint zich al te herhalen. Op GFC, nu staat er vandaag dat de voorzitter van de PL weer gaat of zich de geschikste kandidaat vindt voor het voorzitterschap van de DNA. Dus de geschiedenis herhaalt zichzelf. Dus dat is het eigenlijk. NPS... Voor NPS is het een uitdaging geweest en wordt weer, we merken het nu al op, om met de PL samen te werken. Vandaar dat de vorige leiding dit wil voorkomen. De huidige leiding van de NPS,
heeft ervoor gekozen om toch die uitdaging aan te gaan. En ja, zij kunnen meer over praten, want ik ben niet meer daar. Maar binnen de AWOP, en dat zegt de voorzitter ook, is er een andere samenwerking, is er een andere relatie met de PL. En dat is echt gebaseerd op nationaal belang. Omdat je ook merkt, er wordt vaak beroep gedaan op de AWOP om misschien de regering te laten vallen. Maar dus even, als ik je goed begreep, want kijk, je bent dus uiteindelijk principieel ben je dus niet gestapt uit de NPS om de PL zelf, maar om de samenwerking PL en NPS. En dus als ABOP die samenwerking aangaat met PL, is het geen probleem omdat die verhouding anders ligt. Dus ik heb vertrouwen in de leiding. Ik heb vertrouwen in de voorzitter. Dat die samenwerking constructief effectief zal zijn voor nationaal belang. Mm. Maar het is dus helemaal niet dat je zelf vindt dat PL... Nee. Ik heb het zo vaak gezegd en dat begrijp men verkeerd. Het is ook zo naar buiten gekomen omdat ik niet naar buiten ben gekomen met een statement ik verlaat de NPS. Ik had me teruggetrokken. Nee, maar goed, als je nou verlaat of terugtrekt, het gaat even om de PL. Gaat het om de geest van PL of om de samenwerking? Het gaat om de samenwerking en ik heb het ook aangegeven en de gevolgen die er waren voor de NPS. De gevolgen die er waren voor de president van Suriname, de heer Ronald Venetian toen der tijd. Ja. Dus als NPS'er weet ik wat de consequenties waren. En weten, en ik neem aan je luisteraars ook, wat de reputatie is. En de gevolgen zijn geweest van zo'n samenwerking. Ja, precies. En wat wil men dan? Weet je leert uit je fout, je wil voorkomen. En nogmaals, niet alleen om die samenwerking, maar omdat de achterban niet erachter stond. Maar even, kijk, je had een mooi woord aan reputatie. Als iemand niet een opbouwende reputatie heeft, binnen een plek waar ze dienstbaar moeten zijn, want je kan niet een bepaalde destructieve reputatie hebben, of tenminste een destructieve... Maar je kan geen reputatie hebben dat niet opbouwend is om mensen te dienen. Dus die mensen zouden toch helemaal niet daar moeten zijn dan? Nou, en dan zouden jullie toch ook helemaal niet met zulke mensen moeten werken? Met integriteit toch, principieel? Ja. Dus kijk, dat zei ik je bij de ABOP. En ik denk dat in de politiek alle partijen zo'n beetje de flexibiliteit hebben op bepaalde momenten. En soms de voordeel van de twijfel geven ter voordelen van het volk om goed samen te werken. Maar als je constant merkt dat er een bepaalde trend wordt gezet bij verschillende samenwerkingen, dan kan je eigenlijk een besluit nemen van hoe ga je hiermee om of je kan er niet mee omgaan. Dus ik denk, ik praat een beetje eromheen, maar, maar ik hoop dat je me duidelijk afstaat wat ik daarmee zeg. Dus ik denk wel dat je... mensen het voorbeeld van de twijfel moet geven en ze een kans moet geven. Maar ze telkens kansen verpesten, moet je ook maar ze hebben toch ook al hun kansen gehad. Ik bedoel, de grote partijen, allemaal hoor. Mm-hmm. Al die grote partijen hebben al hun kansen gehad toch? Maar oké, het ligt daar ook weer aan het volk dat ze steeds weer stemmen op zijn. Dus kijk, dat zei je. Dus wat kansen betreft, je kan kansen blijven geven, maar je moet geven gebaseerd op wat waarvoor je staat, waarvoor je gaat en wat de bijdrage is. Mm. Dus ik geloof niet in oude en nieuwe partijen. We praten wel zo, maar ik geloof in continuïteit. En als je middels continuïteit iets beters kan maken, iets goeds kan overdragen, leiderschap kan creëren, dan mag je zo'n partij zo'n partij weer een kans geven. Okay. Maar als je ziet dat dezelfde trend wordt doorgezet, dan moet je wel waakzaam zijn voor zo'n samenwerking. Kan je het aan of kan je het niet aan? Oké, duidelijk. Maar Gordon, je weet, wat wel het verschil is dat de burger constant geld uitgeeft en steeds meer geld verliest en steeds meer eronder leidt. En degene die steeds die kans krijgen, wat we zien, hun salaris en schadeloosstelling gaan steeds meer omhoog. Dus, snap je? Dus, maar, om hierop even aan te vullen, we gaan, lieve luisteraars, weer even luisteren naar een fragment met de heer Breeveld. En we gaan het even hebben over schadeloosstellingen. Ja, en dan gaan we even luisteren wat de heer Breeveld hierover te zeggen heeft. Here we go. Wat je krijgt en waaraan een salaris verbonden is. Men praat over een schadeloosstelling. En een schadeloosstelling, het simpele woord, is een onkostenvergoeding. Dat is eigenlijk het bedrag. Oké, maar het hele punt is dat als je daarnaar kijkt,
dan is het inderdaad een bedrag waarbij je zegt van ja, gunst. Dat lijkt heel veel, maar er zijn praktische dingen die hier een rol spelen, namelijk de representatie. Je bent niet als elke burger, je bent iemand die vooruitgeschoven is, je hebt veel meer contacten, veel meer zaken die je moet doen dan een doorsnee burger. Bovendien, er komen nogal wat zaken langs bij ons als parlementariërs, doodgewoon omdat de diensten van de overheid, waar er ondersteuning moet zijn, niet optimaal functioneren. Ik bedoel bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken. Dus je houdt er niet voor mogelijk wat er allemaal aan brieven en verzoeken komen op de fractie. En dat gaat gewoon allemaal uit. Je schadeloosstelling wat je geeft ter ondersteuning van dit, ter ondersteuning van dat. Ik dacht dat ik nu weer een tiental heb liggen. Weet je? En op die manier ben je wel bezig om de samenleving te dienen en te ondersteunen. Tegelijkertijd heb ik... Zo, lieve luisteraars. Dat was een fragment met de heer Breeveld. Gordon, je hebt meegeluisterd. En hij zegt dus, er doen zich heel wat zaken voor, omdat sociale zaken bijvoorbeeld niet functioneert. Toch? We hadden het net over kansen geven. Toch? Als hij nu nog zegt dat de DNA zo overspoeld wordt met aanvragen voor geld, toch, ondersteuning dit, ondersteuning dat, dan merken we dus wat er eigenlijk is gebeurd met de gegeven kans. En ik heb het, lieve luisteraars, niet per se over een bepaalde partij of ministerie of whatever. Nee. Toch? Want we zijn al, hoe lang? Bijna 35 jaar zijn we al onafhankelijk, toch? Hoe zie je dit opgelost? Dit stukje? Dus, kijk, er zijn verschillende mensen die bij verschillende personen hulp zoeken. Het is niet alleen in het parlement waarbij mensen komen, maar men gaat ervan uit, omdat jij vertegenwoordiger bent, omdat wij op jou hebben gestemd, dan komen we naar jou. Maar er zijn een hele hoop burgers die naar verschillende bedrijven gaan, naar organisaties gaan, om die ondersteuning te vragen. Mm-hmm. En soms kregen ze het niet. Maar men legt een extra druk op de volksvertegenwoordigers, omdat men, je hoort het al, volksvertegenwoordigers, we hebben jou gekozen, dus men verwacht dat jij extra voor ze gaat doen. En dat gaat altijd zo zijn. Niet, laat me zeggen, altijd zo zijn, maar men gaat altijd het gevoel hebben van, weet je wat, ik heb jou daar geplaatst. Je bent me zo'n beetje iets schuldig. Weet je, op welke manier dan ook. Ik denk dat altijd, je gaat altijd die relatie hebben met de volksvertegenwoordiger. Dat je graag, weet je, je hebt voor iemand gestemd, je wil die relatie hebben. Maar zou het volk niet moeten informeren dat niet de verhouding is? Dat niet... Dus in feite, zo zou dat moeten gebeuren, maar dat gaat niet gebeuren, denk ik, door veel politici, omdat ze van die relatie houden. En dan, laat me het gewoon cru zeggen, soms maken ze misbruik ervan. Ja, ik heb haar geholpen, ik heb hem geholpen. Weet je, men blaast op in de media. En zo voert men ook propaganda. Dus eigenlijk, ik weet niet of je dat eerder hebt aangegeven, maar zo creëer ik een bepaalde onafhankelijkheid en een manier van propaganda voeren. Ja. Ik denk dat echt iets is, ik weet niet hoe we dat gaan oplossen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat... zaken goed geordend moeten worden. Mensen, het is inderdaad zo dat mensen voor verschillende zaken hulp nodig hebben. En ik denk dat er een goede ordening moet komen voor wat betreft de sociale bijdrage die we leveren aan de samenleving. En wat het parlement ook betreft, is ook een idee waaraan ik zit te denken. En misschien kom ik weer op volgende interview bij je hier zo om daarover te brainstormen. Maar ik denk dat het niet zo moet zijn dat een parlementariër A of parlementariër B... of C of D of E, want er is een parlementariër B, eigenlijk geeft en dan gaat hij pronken van ja, ik heb dit gegeven, wat heeft die andere parlementariër gegeven? Ik denk dat we de zaak niet individueel moeten bekijken, maar als het team moeten bekijken. Ik zou graag willen zien dat er een soort DNA-fonds komt, waarbij alle parlementariërs een x-bedrag daarin doneren en gezamenlijk... Een bijdrage leveren aan de burgers die behoefte eraan hebben. Daar ziet men ook dat er een eenheid is. Wat men nu wil, en men kan het ook doen via de media, dat men zegt, 15 mensen komen naar mij, komen jullie bij me klagen dat jullie geld nodig hebben, want de sociale zaken werken niet. Het kan een politieke stunt zijn. Dus ik zou voorstellen om die rust en die eenheid te behouden in het parlement, dat alle 41 DNA-leden, die gekozen worden, dat ze een pot maken, en een x-bedrag erin zetten. En
bereken maar, we gaan, laten, geef maar een voorbeeld, 2000. 41 maal 2000 is hoeveel? 110.000 op jaarbasis. Weet je hoeveel mensen je kan helpen? Weet je, dus maar, ik denk... maar Gordon, kijk, ik snap wat je zegt hoor. Maar ik moet hierin even ingaan, Isabi. Kijk, je zegt er moet een pot gemaakt worden, toch? Ik stel voor. Ja, sorry. Ja, sorry, toch? Is een voorstel. Maar je zei net ook van ja, mensen worden zwakker afhankelijk gehouden en zo. Ja. Maar Gordon, je voorzitter heeft wel op tv. Je weet, allemaal bij de kantoor. Je heeft openlijk geld zitten uitdelen. En dat moet over je, toch? Nou, dus het wordt misschien wreed gezien. Toch, maar is kijk, iedereen heeft zijn eigen manieren van geld doneren. En ik denk, ik weet niet hoor, maar hij doneert geld op dat moment. En het is niet alleen op dat moment doet hij het. Alleen wanneer het publiek is, alleen wanneer media is. Ik ben nu in de partij, hij helpt heel veel mensen. Nee, maar het gaat om het geven, toch? Daarover hebben we het feit. En natuurlijk niet hij alleen, hij doet het gewoon openlijk en niet openlijk. Allemaal, dus we gaan zo met even weer naar een fragment van het brief luisteren. Maar het gaat om dat stukje geven. Kijk, je zegt, als we nu een pot gaan maken, dat de parlementariërs bijvoorbeeld 2000 zetten. Die pot... Hoe je draait, of het is de parlementarisch ontvangen van de burger, in vorm van belastinggelden, dus die pot is er al. Dus gaan ze nu in die pot weer een pot maken. Maar het feit dat Surinamers dagelijks DNA overspoelen, en niet alleen Breveld heeft het gezegd, een aantal parlementariërs hebben het hier gezegd, wil zeggen dat er armoede is in het land. Want je burger staat niet sterk, is niet zelfstandig als hij op zoek gaat naar geld en het normaal begint te vinden. En wat jij daar ook zegt, is van kijk, we houden de mensen afhankelijk en zwak terecht. Ik heb de andere parlementariërs ook gevraagd, is het niet een manier om stemmen te kopen? Is, toch? Ja. Net als wat jij zei, van ja, ze houden van die relatie en zo. Maar de burger die dus hard zoekt voor dat geld, verplicht dat moet afstaan, die verliest eigenlijk van alle kanten. Want dat geld, dat wordt afgegeven, wordt niet daarvoor afgegeven. Je zou, net als, kijk, wat je bijvoorbeeld vorige keer hebt verteld, is dat ABOP voor de jongeren een talentenschool wil opzetten. Ja. Kijk, dat is een constructieve aanpak, toch? Maar dat geld gewoon zo wordt gegeven aan burgers. En sociale zaken, wat de heer Breveld zegt, toch niet optimaal functioneert als het nou politieke stunt is of niet. Allemaal geven ook toe dat ze geld geven aan burgers. Dus het feit dat er wordt gegeven wil zeggen dat er geen structurele aanpak is van zaken. Nou, dat zeg ik. Ik daarom zeg ik, we moeten dat ding ordenen, zodat we weten van waar precies, het is eigenlijk de armoede. Hè? Dus hoe kunnen we dat oplossen? En soms heb je, kan je beleid implementeren, maar dat niet direct de burger helpt. Begreep je me? Mm-hmm. Waardoor, ik snap dat, ja. Dus waardoor burgers eigenlijk naar een shortcut zoeken. Ja. Dat is meestal die shortcut. Dus ze zoeken van, weet je wat, ze zijn volksvertegenwoordigers, ze komen me zien, ze komen van me stemmen, ze hebben me dingen beloofd. Mm-hmm. Dus ik ga die shortcut, weet je... Met pijn, verdriet, schaamte ga ik het gewoon nemen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daarom eigenlijk het goed moeten ordenen. Om te kijken waarom mensen... Je moet niet alleen omdat iemand zegt, ik heb geld nodig, kan je me helpen. En het zal, weet je, dat je de persoon geld geeft. Maar echt gaan onderzoeken van, waarom heb je geld? Wat is het probleem? Inventarisatie maken. Ja. En dan kan je zeggen van, oké, weet je wat, dit moeten we... moeten we zo snel mogelijk oplossen. Anders gaat dit blijven geschieden. Ja. En daarom zeg ik niet alleen een fonds creëren om geld op te potten, maar om ook gelijk te zien van, hey, weet je wat, dit moeten we direct aanpakken, want de burger voelt het direct en ze komen direct naar ons als volksvertegenwoordigers. Maar vind je het niet ongezond? Kijk, waarom ik jou dit vraag, Gordon, is je hebt misschien beseffen veel mensen het niet, maar je hebt een heel machtige trend gezet. Is een positief ding, hè? En... Freedom Vibes gaat dit niet in de doofpot stappen. Mm-hmm. Maar we moeten ook kritisch blijven. Ja. En dat heeft natuurlijk niet... Dit gaat niet zeg om jou. Mm-hmm. Maar ik denk dat de luisteraars ook willen weten hoe je denkt. Mm-hmm. Want dit is een groot probleem. Als je mensen blijft voeden... Mm-hmm. Als je die deur open blijft houden... Dan gaan mensen ook blijven komen zoeken daarnaar. Ja. En net als hoe jij... Zonder te wachten op ordening of wetgeving... Jouw stap hebt genomen... Mm-hmm. Denk je niet dat het handig zou zijn dat... Alle politieke partijen ook die stap zouden moeten nemen... Wat dit betreft om te zeggen... Oké, burgers... Vanaf vandaag, jullie gaan geen geld bij ons kunnen vinden. Als er een shortcut oplossing is, dan moeten we dat financieel voor een deel wel regelen, wat je zegt. Want mensen kunnen ook niet, weet je, gewoon aan hun lot overgelaten worden. Maar
dat er wel meteen structureel iets wordt opgezet, dat deze mensen daadwerkelijk dat punt bereiken, dat ze niet meer hoeven te komen vragen, want dat is al die jaren duidelijk uitgebleven, toch? Dus moeten we speciaal wachten op ordening, of kunnen we ook niet gewoon zelf dat initiatief beginnen te nemen? En ook dat de politieke leiders beginnen te zeggen, mensen, we gaan geen geld meer uitdelen. Als jullie komen, kom met jullie talenten, kom met jullie torens, jullie krachten, laten we kijken hoe we dat in lijn gaan brengen. Maar niet geen handouts meer. Ja. Nou, dat zou een goede oplossing zijn middels waarover we nu praten, gedragscode in de politiek. Maar als je ook merkt, naar de huidige trend of naar de huidige situatie van het gedragscode in de politiek, ja. De ene die zich gedraagt, laat ik het zo zeggen, en de andere die zich, en de andere die zich misdraagt, merken we dat het erop leek dat de persoon die zich juist misdraagt meer politieke voordelen aan heeft. Middels aanhang en sensatie maken en jugo creëren. En de persoon die zich netjes gedraagt, die is saai, die valt niet op. Weet je? Ja. Dus precies zo zie ik het ook dat als een paar politici zeggen, we stoppen ermee. Mm-hmm. En er gaat eentje niet stoppen ermee. En dan gaat iedereen zich misschien naar zo'n politieke groep richten. En dan ga je horen van, ja, zie de man ook greedy. De man heb je van nodig, moro, weet je. Kom naar mee, wees in de voor de armen, wij gaan je helpen. Weet je? Dus, nee, ik snap dat. Dus maar ik denk niet dat op zo'n manier de politiek gaat worden opgelost. Omdat je, hoe je het ook keert of draait, als je het nou eerlijk of oneerlijk hebt verdiend, je stemmen binnen kan halen. Mm. Op zo'n manier. En het is natuurlijk jammer, maar ik ga je ook wat zeggen. Het zijn algemene, vrije en geheime verkiezingen. Niet omdat je geeft, gaat de persoon op je stemmen. Klopt. Maar kijk, het gaat natuurlijk weer, want we praten hier veel over principes. Het gaat weer om het principe natuurlijk. Want uiteindelijk, Gordon, is het wel de burger die elke dag zoekt, zoekt van dat geld, dat verplicht moet afstaan. En ziet wat er met dat geld gedaan wordt. Ik bedoel, dat is principieel onethisch. Kan niet toch? Oké, lieve luisteraars, we gaan naar het laatste fragment luisteren van de heer Breeveld. En hij vertelt ons hier even hoe het zit met de besteding van de schadeloosstelling. Laten we heel even kort gaan luisteren. Here we go. Over te denken. Daarnaast is het zo dat ik denk dat het van belang is, als je inderdaad wil gaan werken hieraan, dan moet je ook zorgen dat de sociale raampjes die er zijn, bij sociale zaken, et cetera, dat die gewoon optimaal functioneren. Want dan komen mensen niet elke keer bij parlementariërs voor dit en voor dat. En ik kan u zeggen hoor, ik neem het voor alle collega's op dit punt. Weet u hoeveel mensen de vloer daar plat lopen voor? Dan is het een voetbalvereniging, dan is het een toneelvereniging, dan is het een jongerenorganisatie, dan is het dit, dan is het dat. Ik heb geen enkel bezwaar en ik geef ook. Maar ik weet wat het is. Hè? Het is, je kunt het vragen in de samenleving. Ik bedoel, de mensen liegen als ze zouden zeggen het is niet waar. Hè? Want het is wat ik hier zeg, is echt de realiteit. Lieve luisteraars. Dat is het laatste fragment met de heer Breeveld. Hij heeft dus zelf gezegd, hij geeft ook, allemaal geven, toch? Want hij begrijpt het ook. Maar luister nou. Gordon, we praten over integriteit. En technisch gezien, wat bleek, de heer Groenberg van DRS was hier met de heer Marika. En ze hebben verteld ook in het gesprek dat uit de begroting bleek dat 60% blijft in het ambtenarenapparaat. 60%. Yeah. En 10% gaat naar onderwijs. Kan niet, toch? Oké, dat is één. Twee, als we nu zien dat al die DNA-leden de vrijheid hebben om geld te geven aan burgers, toch? Wat niet valt onder een taakomschrijving, dat hebben we wel doorgenomen. Dat gaan we binnenkort helemaal uitgebreid uitleggen aan onze luisteraars, wat eigenlijk de taakomschrijving is van DNA-leden. Kunnen wij eigenlijk concluderen dat de schadeloosstelling veel te hoog is? Want je hebt geld over om te geven aan burgers, toch? Dus zouden die schadeloosstellingen ook niet drastisch omlaag moeten halen, zodat burgers ook weten van nee, er wordt 60% van het geld blijft vast in het ambtenarenapparaat zitten, 10% maar gaat in onderwijs. Dat geld dat gaat naar DNA-leden wordt voor een belangrijk deel gewoon weggegeven aan burgers. Mm-hmm. Terwijl dat geld, als we het constructief investeren, diezelfde burgers zichzelf kunnen versterken en op een gegeven moment zelfstandig kunnen leven en geen geld meer hoeven te gaan vragen. Dit is een technische vraag. Zouden we niet heel anders met ons geld moeten omgaan? De mensen veel minder betalen, het beter investeren, projecten die echt duurzaam zijn. Wat denk je? Nou, ik denk dat er een evaluatie gemaakt moet worden. Van, is het wel nodig om als parlementariër zo hoog te verdienen? Weet je, wat is het? Het is zoals bij elk ander bedrijf.
Ja. Weet je, wanneer je gaat checken van, weet je, wat zijn je inkomsten, wat zijn je uitgaven, en hoe ga je het uitbesteden. Dus ik denk, wat het betreft denk ik heel makkelijk, als je ziet zoals je aangaf, wordt omgegaan met hun schadeloosstelling. En als je ook merkt dat waarom men eigenlijk in het parlement wil gaan. Weet je, plotseling hoor je dat mensen in het parlement willen gaan, andere mensen willen in het parlement blijven. Waarom? Voor die schadeloosstelling. Of mooier nog gezegd, voor het bedrag dat ze verdienen. Ja. Je hebt parlementariërs en iedereen klaagt erover. Ik wil niet de zoveelste persoon zijn die in het parlement zijn, gewoon om te zitten met een stoel te draaien. En dan gaan ze weer, vertrekken ze weer. Dus of alleen wanneer ze opdracht krijgen van de partij, als partijdiscipline om voor of tegen te stemmen. Dus we moeten naar een manier bekijken dat alles efficiënt en effectief is. En als het zo hoort te zijn dat het bedrag te veel is, dan moeten er ook maatregelen getroffen worden. Kijk, ik weet niet wat het levensstijl is van de huidige 41 parlementaires of daarvoor. Dus ik kan niet mijn persoonlijke mening geven dat het te veel is. Maar ik denk wel dat er deskundigen een goede berekening kunnen maken. Om te kijken van, weet je wat, moet het werkelijk zo zijn dat ze zoveel verdienen? Of moet het meer of moet het minder zijn? Maar wat we ook weten is dat er ook verhoging is geweest bij deze regering. Als ik me niet vergis, ook bij de vorige regering. Een paar keer is het verhoogd, dat hebben we ook al. Ja, ja. Dus eigenlijk, wanneer je werkt en je vraagt naar een verhoging, dan word je geëvalueerd, wordt er gevraagd van, oké, waarom wil je verhoging? Of weet je, ja, maar ze geven zichzelf. Precies, dus ik denk dat we eigenlijk ook even moeten evalueren van, weet je, waarom hebben zij ook een verhoging gehad? En dan ga je het horen van, ja, het is zo opgenomen in de grondwet, als dat verhoogd wordt, alles verhoogd van iedereen, ook van de president, ook van, ja. Weet je, het hoeft niet zo te zijn bij het bestuur, omdat het zo is. Dus, want kijk wat je zegt. Ik begrijp wat je zegt. Van je kent de levensstandaard niet. Ja. Maar het neemt eigenlijk ook je rocket scientist toch, Gordon. Kijk, het feit dat ze zelf zeggen dat ze allemaal geld geven aan burgers. Ja. Wil zeggen dat je geld over hebt toch? Want als je nog kan leven, alles kan doen. En nog ruimte hebt om. Dus dat wil zeggen. Maar daarvoor ben je niet betaald toch? Ja, precies. Toch? Dus oké, even kijken. Dus ik ben volkomen met je eens. Ja, ja. Maar, weet je, ik wil niet zomaar iets zeggen, dus ik vind gewoon van, weet je, als je het hebt verhoogd, kom met een goede verklaring. Kom niet omdat de leerkrachten hun salaris verhoogd. Maar er is ook geen onderbouwing, ik heb ze ook gevraagd. Een verklaring onderbouwing, ja, weet je. En als parlement kan je dan ook zeggen van, weet je wat, we gaan van de leerkrachten gaan we wel verhogen, want ze verdienen het, ze protesteren. Mm-hmm. Maar ik zie het parlement niet protesteren voor het geld dat ze verdienen. Dat het te weinig of te veel is. Ook als zeggen ze dat het te veel is, toch protesteren ze niet. Dus wat ze doen dan, omdat iedereen vindt van ja, parlementariërs verdienen te veel, zegt men van weet je wat, ja, we doneren ook wat geld. Nee, dat is niet de bedoeling. Dus ik denk... Maar kijk, dat is wat je net zei, klopt. Maar er is een verschil tussen verdienen en nemen. Yeah. Want als ik een werkgever ben en ik heb een werknemer, dan ga ik evalueren. En als de persoon het heeft verdiend, toch, dan geef ik het. Wij de burgers zijn de opdrachtgevers, wij zijn de belastingbetalers. Maar we worden nooit gekend in deze verhoging. Terwijl wij betalen... Nee. Maar zij vinden op een gegeven moment van oké, het is tijd, we gaan het omhoog gooien. Toch? Dus zouden we niet dat systeem zodanig moeten omgooien dat we niet in deze positie staan? Kijk, bijvoorbeeld, belastingplicht. Vind je dat rechtvaardig? Want als we kijken naar al deze zaken, wat er met een politiek instituut is het enige instituut waar alles omgekeerd gebeurt. Hè? Want als ik business met jou wil gaan doen, dan wil ik eerst weten wat je kwaliteit is. Je gaat moeten presteren. Yeah. Als ik zie dat je one presteert, dan kan ik altijd die overeenkomst nog ontbinden. Yeah. Bij de politiek moet je vooraf betalen, je weet niet wat je krijgt. En wanneer krijg je wil daarna stoppen met betalen, ben je crimineel. Ja, ja. Nou, maar daarom moet het volk bewust kiezen op 25 mei. Want eigenlijk... Kijk, nee, ik snap dat. Dus de vraag is, vind je belastingplicht op zich? Dus we praten nu gewoon niet. Mm-hmm. Vind je dat rechtvaardig? Dus los van stemmen of wat. Vind je dat verschijnsel, dat het kan, dat de groep dienaars, de burgers kan verplichten hun geld af te staan zonder dat ze waarde voor kregen. In plaats van, dat ze de vorige keer zeiden, dat ze in plaats van dat ze de burgers overtuigen met creatieve ideeën en dat de burgers daarna betalen. Want dan ga je zien hoeveel mensen deskundig zijn, hoeveel mensen integer zijn.
Ik vraag jou dat omdat je een geweldige stap hebt gemaakt, hè, Gordon. Dus hoe je het zo hebt gezegd, dan kan ik zeggen, het is onrechtvaardig. Want je hebt het zo gemotiveerd. Ja. Weet je, dus moet ik wel zeggen, van, als je het zo bekeek, is het onrechtvaardig. Okay, is real talk, hè? Ja, dat zeg ik. Omdat je het zo motiveert, is het natuurlijk onrechtvaardig. Maar ik wil het niet rechtvaardigen. Maar men gaat ervan uit, het is opgenomen dat men met goede intenties in het parlement gaat, met goede intenties in de regering gaat. En ik denk dat... Maar goede intenties zijn geen goede resultaten, toch? Ja, maar dat zeg je. Dus daarom spreek ik over het voordeel van de twijfel. Je geeft iedereen een kans om met goede intenties hun bijdrage te leveren. En het wordt soms misbruikt, of soms wordt het niet misbruikt. Soms kunnen de personen gewoon niet performen. Weet je, ze beloven dat ze dat gaan doen, maar ze kunnen gewoon niet. Hoe ze ook willen, ze hebben die ervaring niet, maar ze hebben misschien een mooie speech, een goede praatje om dat te doen. En dat is al niet integer meer. Dat ben je al niet onbewust, nee. Maar je bent niet integer meer. Okay. Maar het was wel spannend, het was wel interessant, of het kwam wel geloofwaardig over misschien tijdens de campagne. Dus daarom zei ik, om terug te gaan op wat ik wil aangeven van de campagne, ik denk dat de burgers campagne moeten zien als een soort sollicitatie. Klopt. We zijn op één lijn. En je moet goed de persoon goed screenen. Kijk, ik word moeilijke vragen gesteld. Ik beantwoord alle vragen naar alle informatie en kennis die ik weet. Wat ik niet weet, neem ik mee en ga onderzoeken. En dan kom ik misschien de volgende keer terug, maar dan weet ik het voor mezelf. En dat is een sollicitatiegesprek in feite dat je kandidaten goed moet ondervragen op whatever manier. Als het via berichten is, als het via de media is, door zoals ze via uw medium hebben gedaan... om vragen hem te sturen, om van vraag Gordon hierover. Weet je, je moet je kandidaten goed... Maar het verschil wel, Gordon, ik ben helemaal met je eens, en dat moet dat sowieso. Het verschil is wel dat geen enkele sollicitant in de sollicitatiefase wordt betaald door de potentiële werkgever. Die verkiezingscampagnes worden nu allemaal gefinancierd door belastinggeld weer. Ja. Toch? Dus nou, daarom zeg ik dat die plicht om gewoon zo geld te moeten geven, is iets dat we wel fundamenteel zouden moeten veranderen om dus, prestatie af te dwingen. Toch? Ja, dus ik denk dat de verkiezingscampagne om te gaan stemmen wordt gefinancierd door de belastinggelden. Maar ik denk dat ik ga ervan uit dat de verkiezingscampagne van politieke partijen en personen door eigen middelen op sponsoren. Nee. Ik heb, de heer Breveld heeft het uitgelegd, de heer Ramdan Denlal ook. En we hadden heel gesprek daarover. En ze hebben het in de uitzendingen, ik praat niet buiten de uitzendingen, ze hebben zelf uitgelegd dat ze ook vonden, want het probleem was, ze vonden dat de NDP te veel zendtijd heeft, InfoAct en dat soort dingen. En ze vonden van nee, het wordt tijd dat ze ook meer geld kregen en zo. Want wie kreeg meer geld? De politieke partijen, toch? Dus dat ze tenminste ook meer zendtijd kregen op alle dingen en zo, want ze hebben zelf niet genoeg geld. Maar, wacht even hoor, want nu denk ik eraan, misschien vergis ik me, klopt. Maar ik weet niet of het voor alle deel al zo was, maar dat men nu in het parlement dat wilde bespreken om ook de verkiezingscampagne, dus dit soort zaken, zendtijd van politieke partijen en al dat soort dingen, dat nu ook moest komen uit belastinggeld. Maar dat is uit den boze. Dus wat ik ga het weer even dubbelchecken hoor. Dus het idee, ik heb zo'n beetje gelezen, twee of meer politieke partijen spraken erover, zijn meestal die nieuwe politieke partijen. Ja. Ze vinden van natuurlijk dat er gelijke kansen moeten zijn in de campagne. Ja, klopt. En de verkiezingen door de staat moeten worden gefinancierd. En alle politieke partijen het gelijke bedrag moeten krijgen. Ja. Dat is natuurlijk goed voor eerlijkheid en gelijke kansen. Maar ik denk dat omdat dat niet wordt gedaan door de regering, politieke partijen veel sponsoring kunnen krijgen. En de kans is natuurlijk groot dat politieke partijen aan de macht meer sponsoring kregen van organisaties en bedrijven en personen natuurlijk. Dus, ik kan ze begrijpen wat ze zeggen van die gelijke kansen. Maar alleen vind ik van het hoeft, de regering kan een deel bijdragen. En alle politieke partijen mogen sponsoring zoeken. En dan zet je alle sponsoring in één fonds. En dan verdeel je door 5 of 10 partijen. Ja, nee, maar kijk, het probleem is, als de regering bijdraagt, is het door geld van de burger. En waarom ik het vraag, is dat je juist aan het volk zou moeten laten zien hoe sterk je bent door in je daden te laten zien hoe onafhankelijk je ook kan handelen. Ja. En als je niet alvast geld van hun begint te nemen om jouw krachten te verkopen aan hun, is een beetje krom, toch? Dus dat vind ik ook. Maar dus ik begrijp wat je zegt, want als je je partij kan opbouwen, als je partij niet kan opbouwen, dan hoe ga je een land opbouwen? Precies. Dus, maar je kan ook bewijzen door middel van, dus ik dacht ook aan dit idee, daarom kan ik een beetje vrijer over praten, door te bewijzen van, weet je wat, ik ben partij X, ik heb
zoveel geld naar binnen gebracht middels sponsoring. Dus dat zegt al wat. Maar we gaan het eerlijk verdelen in een fonds. En dan krijgen alle politieke partijen zoveel. Uiteindelijk ga je wel weten van weet je wat partij X heeft meer eruit kunnen halen. Partij E heeft eigenlijk, want dat gaat ook een jaloezie ding worden. Partij E heeft nul bijgedragen, maar ze kregen evenveel. Dus aan de ene kant is dat misschien rechtvaardig, misschien niet, maar het is wel eerlijk. Oké, lieve luisteraars, helaas, de tijd is al zover. Ik vind het jammer, ik heb het met alle gasten de laatste tijd. Als Atori Spang, dat eigenlijk binnen was stop, maar we zitten met de tijd. Dus Gordon, ik wil je hartelijk bedanken voor je openheid vandaag. Ik ga je sowieso vaker uitnodigen, want kijk wat de verkiezingsuitslag gaat doen. We gaan je sowieso blijven volgen. Ik sta achter je besluit, de trend die je gezet hebt. En Freedom Vibes gaat dit sowieso niet in de doofpot stoppen. Toch? Omdat we meer van dit soort zaken willen zien. En ja, dat is het. Ik geef je nog een gelegenheid om even laatste groet te geven. Dan moeten we eruit. Heel kort, AUB. Okay. Nogmaals bedankt voor de gelegenheid. En ik wil Freedom Vibes. En ook alle fans bedanken. Eigenlijk ook voor wat ik allemaal bij heb geleerd. En eigenlijk deze stap dat ik heb gemaakt, de trend die ik heb gezet, is eigenlijk door dit programma en de fans. Want de vraag is gesteld daar, weet je. En mensen hebben het gehoord en mensen hebben me gevolgd. En ik wil jullie vragen om me te blijven volgen. En te blijven ondersteunen en ook te blijven corrigeren waar ik misschien... of te iets beter leren waar het nodig is. Dus ook van mijn kant bedankt. En het was een leerrijke ervaring. De vorige keer, deze keer. En ik hoop zo door te gaan met jullie. En gezamenlijk de gezamenlijke doelen die we hebben te bereiken. Geweldig man, lieve luisteraars, u hoort het. Dus Gordon Tony Chow van de ABOP. Dus in het programma Freedom Vibes, waar we niet praten over discussies, maar opbouwende conversaties. Het was een heel open gesprek en we gaan de ontwikkelingen volgen. Ik moet zeggen, ik ben volgende week dinsdag weer in de studio. En ik zou zeggen, blijft u lekker afgestemd. En ja, dat was hem voor vandaag. Prettig weekend. Doe niet wat ik nu zou doen, dan komt het zeker goed. En here we go. Ciao, ciao. Mensen, zij het doen. Ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen. Pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger. Groepen en kringen, met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden. Zonder iemand te dwingen, we pleiten voor gelijkheid. Onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens zonder stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom Fight, via de ether je geheugen binnen. Cheers, Freedom Fight. Onafhankelijk zijn, Freedom Fight. Vrijwillig geïnformeerd, Freedom Fight. Vrij denken, Freedom Fight. In termen van 85 21 268.